De vicevoorzitter van het parlement, Deo Sherman, wilde vanmorgen bij de aanvang van de vergadering over de begrotingsbehandeling graag dat de situatie rondom de stijgende COVID-19-cijfers nader moet worden bekeken. Sherman haalde aan dat de regering de situatie strenger moet bekijken, daar COVID-19 helemaal niet weg is uit het land en met de versoepeling van bijkans alle maatregelen de samenleving nergens naartoe kan om te swabben. Ik mag u vertellen, voorzitter, dat ik informatie uit de sector heb dat op dit moment het Manica ziekenhuis niet meer in staat is mensen op te nemen omdat er een tekort is aan personeel. Dat de 4 IC-bedden in het Slaans Hospitaal allemaal vol zijn. Dat er geen swabposten zijn of nauwelijks swabposten zijn. En dat de burgers verwezen worden naar particuliere instellingen om minimaal 300 gulden te betalen. En ik denk dat wij hierover goed moeten nadenken welke de vervolgstappen moeten zijn, voorzitter. Zelf stel ik voor dat de Nationale Assemblée samen met de regering en de terzake deskundigen van het ministerie van Volksgezondheid met spoed bij elkaar moet komen om deze nieuwe situatie die zich voordoet. Het is in ieder geval aan het verergeren. Het gaat de verkeerde kant op. En als we niet gaan doen, ook niet bij het instituut, dan zullen we weer geraken in een enorme golf waarbij we weer hele strenge maatregelen zullen moeten gaan treffen. Dus ik vraag uw aandacht, heer voorzitter, om te bevorderen dat wij met elkaar de nieuwe situatie, de escalerende situatie, gaan bespreken en de nodige maatregelen daartoe kunnen nemen om die samenleving te beschermen. Minister Amar Ramadan van Volksgezondheid onderstreept dat het ministerie een aantal dagen de reportages binnenkrijgt van de licht stijgende cijfers. De bewindsman wilde de informatie gelijk de wereld uithelpen dat er geen swabposten zijn. Een andere zaak waar rekening gehouden moet worden, is dat ondanks het aantal gevallen lichtelijk aan het toenemen is, en wij kregen de rapportage uiteraard ook vanuit de ziekenhuizen en vanuit de RGD en andere surveillanceposten, is er geen reden tot bezorgdheid op dit moment vanwege het feit dat de variant of concern die als laatste is aangekondigd door de WHO, dat is Omicron, reeds vanaf december 2021 in Suriname is bevestigd en nog steeds de meest dominant voorkomende variant is. En er geen andere nieuwe variant of concern is aangekondigd door de WHO. Ook is bekend dat Omicron variant weliswaar besmettelijker is dan andere varianten, maar gelukkig mild verloopt. Dus, dat is ook de feedback geweest vanuit de deskundigen naar de regering toe, dat wij de zaak monitoren. De volksgezondheidsminister gaf aan dat het te verwachten was dat de cijfers een lichte stijging zouden vertonen door de versoepeling van de maatregelen, waarbij er ook geen beperkingen meer zijn voor samenscholing. Ramanin benadrukte dat vaccineren nog steeds het belangrijkste is om besmettingen tegen te gaan. Dit wordt ook aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO.